Dank u, voorzitter. Goedenavond allemaal. Iedereen hier aanwezig in de zaal, de publieke tribune en iedereen die thuis die kijkt. Wat een cadeau om op je verjaardag je medespeech mogen te houden. Voorzitter, 1000 jaar. De geschiedenis van de kermis gaat hier in Nederland al 1000 jaar terug. En dat vieren wij uitgerekend dit jaar. 1000 jaar van ontwikkeling waarin de kermis de voorloper is geweest van vele zaken, zoals de bioscoop en theaters, en stond ze aan de wieg van dierentuinen en het circus. 1000 jaar doorgeven van cultuur en tradities, het rondreizende bestaan van het wonen in een wagen en het doorzetten van familiebedrijven. Ik ben er dan ook enorm trots op dat mijn oudste zoon, ik heb er 2, samen met mijn partner ons familiebedrijf doorzet, net als ik dat met mijn ouders heb gedaan. Kermisfamilies zijn vaak vele generaties terug te leiden, zoals die van mijn partner, die al de 8e generatie poffertjesbakker is. En sommige andere families die tot wel 12 generaties terug te vinden zijn. En dat koesteren wij als gemeenschap. En ik zeg wij, want ook al sta ik hier nu als Tweede Kamerlid voor de grootste partij van Nederland, de PVV, ik zal altijd onderdeel uit blijven maken van die gemeenschap, waar familie en vrienden altijd vervlochten zullen zijn door die gemeenschappelijke achtergrond, het kermisleven. Voorzitter, als kind opgroeien op de kermis is fantastisch. Kermiskinderen spelen immers op de kermis. En welk kind wil dat nu niet? Ik heb dan ook een geweldige jeugd gehad met heel veel vriendjes op de winterschool die jaloers waren dat wij nog een tweede school hebben. En nog wel één op wielen, de rijdende school. Deze school is uniek in zijn werkwijze en innovatie. Nergens ter wereld bestond er een rijdende school toen dit in Nederland opgezet werd. Een meereizende school voor kermis en later ook circuskinderen. Een voorbeeld voor inmiddels meerdere landen in Europa. Door een jarenlange expertise in afstandsonderwijs zijn ze in de coronaperiode voor winterscholen van ongekende waarde geweest met het opzetten en implementeren van afstandsonderwijs. Een prachtig instituut. Voorzitter, mijn ouders en ikzelf overigens ook hebben verschillende zaken als kermisondernemer gehad en op enig moment kochten zij een poffertjessalon en besloten zij om poffertjes in Limburg en Brabant aan de man te gaan brengen. Hier zijn ze echte pioniers in geweest, want op een paar grote gemeenten na had er niemand ooit een poffertje gegeten in het mooie zuiden. Poffertjes zijn een typische kermislekkernij. Een goed poffertje bakken is echt een ambacht en een lust voor het oog om naar te kijken naar dit proces. Het is een ambacht dat gekoesterd moet worden. Voorzitter, altijd reizen, altijd onderweg. En toen ineens op 12 maart 2020, vandaag exact 4 jaar geleden, ook toen mijn verjaardag, kreeg heel Nederland te horen dat het land op slot ging. Dus geen start van ons seizoen, geen inkomen, niets. Een periode van financiële onzekerheid en angst voor onze toekomst maakte zich van ons meester. En ik kon daar niet bij blijven zitten wachten. En niet alleen ik, ons hele gemeenschap roerde zich en verenigde zich om op elke mogelijke wijze bij de politiek duidelijk te maken dat wij perspectief moesten krijgen. En toch zeker financiële ondersteuning. En die kwam er ook. Maar niet voor iedereen en niet voldoende. Want er werd verschillend gekeken naar de SBI-codes bij de RVO, wat resulteerde in grote verschillen van mate van steun en in sommige schrijnende gevallen tot helemaal niets. Als kermisgemeenschap hebben wij ettelijke acties ondernomen, waardoor we uiteindelijk hier in de Tweede Kamer gehoor vonden en er met onze branche gesproken werd. Dit gaf mij een goed gevoel dat je voor en met anderen iets voor elkaar kan betekenen en iets kan doen in het algemeen belang. Het vertegenwoordigen van mijn branche en helpen zoeken naar oplossingen voor mede-ondernemers maakte dat ik mij steeds verder in dossiers ging verdiepen en de politiek hierachter. De coronaperiode heeft mij het laatste setje gegeven om de stap te wagen in de politiek. Eerst op de lijst van de PVV Noord-Brabant voor de Provinciale Statenverkiezingen, alwaar ik geen zetel bemachtigde. En een paar maanden later, na vele gesprekken met mijn gezin of ik het zou wagen, solliciteerde ik voor de Tweede Kamer. Vanaf dag 1 hebben ze achter mij gestaan en dat is onveranderd. En hierbij dank ik dan ook iedereen die mij heeft geïnspireerd en gemotiveerd de afgelopen jaren. Ik dank mijn gezin dat zij dit zo geweldig oppakken. Dank aan al die mensen die op de PVV en op mij gestemd hebben. En dank in het bijzonder voor het in mij gestelde vertrouwen aan onze fractievoorzitter Geert Wilders.
Dan, voorzitter, ben ik er enorm trots op dat het familiebedrijf wordt doorgezet. Maar zoals alle bedrijven moet er gevochten worden voor hun bestaanszekerheid en de uitdagingen die voor ons liggen. Door de coronaperiode kwam er problematiek in onze branche naar boven drijven die er al wat langer lag, maar daarvoor nog niet echt zichtbaar was. En er kwamen ineens allerlei regels en problemen bij waarvan gedacht werd dat die na de coronaperiode wel weer zouden verdwijnen. Maar niets is minder waar. De regeldruk is alleen maar toegenomen. Het gevecht om de beschikbare openbare ruimte steeds feller en de samenleving steeds harder. De druk op het ondernemerschap is onevenredig toegenomen. En ik wil u graag even meenemen in een kleine greep van de uitdagingen waar veel ondernemers voor staan, met de kermis- en marktondernemers in het bijzonder. De druk op het behoud van arbeidsterrein vanwege herinrichting en verstedelijking van gemeenten, wat resulteert in verschraling of het volledig verdwijnen van kermissen, markten en overige evenementen uit de binnensteden. Demografische veranderingen, wat leidt tot spanningen en soms rellende jeugd, wat resulteert in het wegblijven van welwillende bezoekers en het verzwaren van veiligheidseisen die weer leiden tot extra restricties en kosten. De enorme toename van de transport- en energiekosten die niet meer door te berekenen zijn in de prijzen. De stikstofproblematiek, Natura 2000 gebieden, waardoor sommige evenementen geen doorgang meer krijgen. De nieuwe richtlijn voor schaarse vergunningen, waardoor ondernemers hun inkomen ineens zien wegvallen en hun investeringen niet meer op tijd kunnen terugverdienen. Het storten en verantwoorden bij banken van contant geld en de mogelijkheid tot financieren is steeds moeilijker geworden. En als klap op de vuurpijl de implementatie van de zero-emissiezones die desastreus gaat uitpakken voor talloze sectoren, maar toch wel als eerste de ambulante handel waar ook de kermis onder valt. De onhaalbare, onbetaalbare eisen en gebrek aan visie om hier een passende oplossing in te vinden staat bovenaan het lijstje van menig ondernemer. En voorzitter, alles wat ik nu genoemd heb, zette deze ondernemers door. Zij blijven kijken naar de toekomst. Zij willen de stap naar voren maken en verder ontwikkelen en innoveren. En dan kom ik bij de wet waar wij hier vandaag het debat over hebben. Een wet waarvan ik weet dat dit nog helemaal niet of in ieder geval nog niet genoeg speelt bij die midden- en kleinbedrijven. Laat staan met ZZP'ers. De PVV is dan ook blij met de bewustwordingcampagnes. De PVV ziet dat er een keurmerk voor het MKB wordt opgezet en deze medio 2025 gereed moet zijn. De PVV is voor keurmerken, daarin kan een bedrijf zich onderscheiden. Maar de PVV vraagt zich wel af waarom er een keurmerk gaat komen voor het MKB, terwijl er niet gehandhaafd gaat worden. Ook houdt een keurmerk in dat er een protocol moet zijn waaraan getoetst wordt, wat weer regeldruk en kosten met zich meebrengt. Kan de minister uitleggen hoe de uitvoering van het keurmerk gaat zijn en wat voor gevolgen dit heeft voor de kosten en regeldruk voor ondernemers? En voorzitter, de PVV vraagt zich af of het initiatief van het benaderen van afnemers van een door een DTC genotificeerde digitale dienstverlener bij die dienstverlener ligt, of dat wij met het DTC zelf afnemers gaan benaderen, dit in het kader van verantwoordelijkheid. Hoe wordt de ketenafhankelijkheid ondervangen? Want als het verblijvend is, hoe zorgt de minister er dan voor dat die afnemers niet de dupe worden van niet adequaat handelen? Kunnen die bedrijven die eventuele schade hebben ondervonden door nalatig handelen van zo'n dienst de weg naar de rechter maken als bekend is dat dit bedrijf genotificeerd is? Dan, voorzitter, heeft de PVV ook nog een vraag over de laatste regel op pagina 6, eerste alinea van de memorie voor toelichting. Worden niet vitale bedrijven al genotificeerd door de NCSC? Hetgeen niet zou moeten, of staat die regel er abusieflijk in? De PVV ziet ook dat men met de tijd de departementen samen willen voegen tot één loket. Hier is de PVV altijd de voorstander van geweest. Maar ook hier alvast voorsorterend op de toekomst zien wij graag dat er geborgd wordt dat de non-vitale bedrijven altijd uitgezonderd blijven van extra regeldruk en kosten voor die bedrijven. Voorzitter, samenvattend voorziet dit voorstel in de bevoegdheid voor de minister om het NCSC, het CIT en het DTC gegevens met elkaar uit te laten wisselen. Notificaties volgen uit een analyses, maar zijn vrijblijvend. Kan de minister nou een voorbeeld geven van een gemiddeld bedrijf en wat dit voor zo'n bedrijf gaat opleveren en eventueel gaat kosten? Ik dank u, voorzitter.
Van harte gefeliciteerd, mevrouw Van Meter. Nogmaals met uw verjaardag, maar ook met een prachtig pleidooi. En een erkenning van 1000 jaar kermistraditie. Hartstochtelijk gesproken over het ondernemerschap en het bakken van poffertjes. Dus ik feliciteer van harte. Uw collega's gaan u feliciteren. En we gaan 3 kwartier schorsen op voor de dinerpauze.